Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij deze PBL Academielezing. Mijn naam is Reinier van den Berg. Ik ben op dit moment waarnemend directeur van het PBL. Omdat Maarten per 1 oktober vertrokken is en Hans Momma's, onze nieuwe directeur, pas per 1 november aanstaande aantreedt. Bijzonder welkom aan Marten Scheffer. PBL Academielezing. Die zijn bedoeld als podium voor de verkenning van allerlei strategische beleids- en onderzoeksvraagstukken op het brede werkterrein van het PBL, de leefomgeving. Doelgroepen daarvan zijn de beleidsmakers, belanghebbende onderzoekers. En die proberen we dus op een middag als deze samen te brengen om met elkaar rond zo'n onderwerp te discussiëren. En we hopen dat dat dan ook tot een levendige discussie gaat leiden, ook vanmiddag weer. Onze gast van vandaag is Marten Scheffer. Marten heeft ecologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Promoveerde daar ook in 1992. Hij liet, dat wist ik nog niet, maar liet daar net even vallen dat hij daartussen daarna gewerkt heeft bij het RISA. En is uiteindelijk in 1998 werkzaam geworden aan de Universiteit Wageningen. Als hoofd van de afdeling aquatische ecologie en waterkwaliteit en dus tevens hoogleraar. Marten begon zijn wetenschappelijke loopbaan met het opstellen van wiskundige modellen om de gesteldheid van meertjes te kunnen verklaren. Evenwichtstoestanden in troebele toestand en in heldere toestand. En ik kan mij daar slechts herinneren dat ik, het is alweer denk ik een jaar of meer dan 10 jaar geleden met Louis Valieren, die ook in de zaal zit, dat ik ergens een verhaal moest vertellen en dat ik 2 van die plaatjes meekreeg om te vertellen hoe je van het een naar het ander kwam en dat daar altijd sprake was van een zekere hysterese. In ieder geval, Marten heeft aan die modellen gewerkt en is gaandeweg dat gaan uitbreiden, zodat ze ook toepasbaar werden op ingewikkelder ecosystemen. Hij heeft in 2009 de Spinoza-prijs ontvangen voor zijn werk naar omslagpunten in complexe ecosystemen en is ook in dat jaar toegetreden tot de KNAW. En in 2011 ontving hij nog een prestigieuze prijs, de ERC Advanced Grant, van 2,5 miljoen euro voor innovatief onderzoek naar vroege waarschuwingssignalen voor crisisomslagen. Nou, dat onderzoek naar die complexe ecosystemen of complexe systemen heeft hij verlegd naar de maatschappij en naar het brein. Daar hadden we van tevoren zaten we er al even over te spreken. En hij heeft gebruikmakend van de Spinoza-prijs en die grant het Synergy Program for Analyzing Resilience and Critical Transitions Sparks opgericht. Nou, we probeerden Marten al een aantal jaren voor de PBL-academie te krijgen. Dat vorig jaar nog was het van, hij kan in 2015 niet. We proberen altijd een beetje vooruit te programmeren. Toen we ineens aan het begin van dit jaar zeiden van, is het nog mogelijk? Toen bleek ineens dat Marten toch geprogrammeerd was voor oktober. Dus we zijn daar erg verheugd over. We hebben hem verzocht iets te vertellen over dat werk aan die kritische transities vanuit het ecologisch perspectief naar andere complexe systemen zoals de maatschappij. En met name ook iets te vertellen misschien richting energietransitie, omdat nadat Marten het woord heeft gevoerd, en dat zal ongeveer 3 kwartier duren, zal Pieter Boot van het PBL een co-referaat geven, met name gericht op de energietransitie. En we hebben Marten gevraagd om op 3 aspecten in te gaan. Hoe kom je van het ecologische naar het maatschappelijke? Zijn er indicatoren waardoor je ziet aankomen dat er zo'n kantelpunt komt? En wat kan of moet de politiek, hier, het beleid hiermee en het wenselijke stimuleren en het ongewenste voorkomen? Ik wens u veel plezier. Dank jullie om mij hier uit te nodigen. Ik heb gisteravond, om een beetje in de stemming te komen, heb ik een praatje bekeken van Jason Shogren, die hier, denk vorig jaar was. Was heel grappig, want daar was een inleiding van, als de heren met een das, doe er maar uit. En het was zinderend warm, mensen konden het bijna niet uithouden van de hitte hier. Nu zitten we hier met een airco, maar ik heb begrepen van de
leiding van het gebouw, dat als wij allemaal voldoende warmte afgeven, dat het dan uiteindelijk toch de temperatuur hier aangenaam gaat worden. Dus ik zal proberen het vuur erin te houden. Ik werd ook gevraagd een maand geleden of zo of ik mijn PowerPoint kon inleveren. En toen zei ik van nou, ik weet niet of ik een PowerPoint heb. En als ik er een heb, dan maak ik hem in de trein hier naartoe, want dan zit het ook meteen in mijn hoofd. En zo geschiedde. En ik kwam dit plaatje tegen en op de een of andere manier dacht ik van dat hoort bij deze lezing. Maar ik wist nog niet helemaal waarom het bij jullie hoorde. Maar toen praatte ik hier een beetje over, nou wat is het nou, planbureau voor de leefomgeving. En we hebben het sociaal-cultureel planbureau en het centraal planbureau en de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en... Dus ik begon dat geleidelijk te begrijpen. En nu begrijp ik dat jullie eigenlijk het meest integrerende planbureau zijn. Want je hebt het Centraal Planbureau, maar dat zijn geen echte heren natuurlijk. Want die praten over de cijfers. En misschien zijn het wel alleen maar heren, dat zou ook nog kunnen. Dat zou heel slecht zijn, want met een homogene groep kom je niet op nieuwe dingen. Dus je wil eigenlijk... culturele diversiteit, evenveel mannen als vrouwen enzovoort. Het is natuurlijk een veegteken dat ik in het Nederlands kan praten. Dat betekent waarschijnlijk dat we niet veel culturele diversiteit hebben. Ik zie dat jullie wel meer vrouwen hebben dan wij in de staf op de universiteit hebben. Dus jullie lopen voor op de universiteit wat dat betreft. Maar ja, ik wilde dat eigenlijk een beetje het thema maken. Ik zag dat ook bij... Bij Sjogren, die praten ook een beetje over dat spanningsveld tussen het oude economische denken en vervolgens het idee van goodbye homo economicus, weet je wel. Van zo werkt de mens niet. De mens denkt niet economisch, dat is niet wat onze beslissingen bepaalt. Ik denk ook een soort van transitie die we eigenlijk als beleidsadviseurs ook hebben. Vroeger dachten we, en dat weet ik werkte ook bij Rijkswaterstaat, wij weten hoe het moet. Dat kunnen we ook nog uitrekenen. En dan zeggen we dat. En als jullie het dan doen, dan komt het allemaal goed. En geleidelijk realiseren we ons natuurlijk dat het eigenlijk heel anders is. We zijn gewoon ten eerste maar heel weinig met de ratio bezig als het gaat om wat wij eigenlijk beslissen. Dat geldt ook natuurlijk eigenlijk voor politici. En dat geldt voor het algemene publiek en voor ons ook, hoewel wij extra getraind zijn in het gebruiken van de ratio. En als je denkt van nou, wie heeft er nu hier eigenlijk de leiding in de wereld? Dat is ook een vraag die ik praat in allerlei groepen en fora mee. En over een paar weken komt er een artikeltje van ons in Science uit, wat we met wat economen hebben gemaakt. En waar wij eigenlijk het beeld schetsen van, nou, geloof niet dat de bankdirecteuren de zaak in de hand hebben. Geloof niet dat politici dat in de hand hebben. Zo werkt het niet. We zijn allemaal onderdeeltjes in een complexe machinerie. En dat stroomt en dat gaat ergens naartoe. Het beste wat we kunnen doen, is proberen te begrijpen hoe dat gaat. En dan kunnen we misschien dat beeld helder maken en proberen te helpen... Wat wij toch willen, dat het allemaal een beetje een richting uitgaat, waardoor we nog talloze generaties in voorspoed op deze aarde kunnen leven. Dat willen we natuurlijk eigenlijk. Dali, ik dacht planbureau voor de leefomgeving, planbureau, politiek. Gisteren heb ik iemand aangenomen als nieuwe promovendus bij ons. En dat is iemand uit de politicologie uit Pakistan. Eerst dachten we van, is dat niet te ver van ons bed? Maar nu, ja, uiteindelijk, ik vind het erg leuk om daarover, om na te denken over, ja, policy maken. Hoe werkt dat nou eigenlijk? De leefomgeving, planbureau voor de leefomgeving en de samenleving. Dat zijn twee dingen die je eigenlijk alle twee moet begrijpen als je op een zinvolle manier... advies wil geven. Nou willen jullie geen advies geven, alleen maar schetsen wat er gebeurt als je iets doet. En dat is denk ik dat is een hele goede insteek natuurlijk. Gevraagd
aan mij om te praten over Tipping Point. Al heel lang een hobby van mij, daar praat ik graag over. Dus tuurlijk praat ik over Tipping Points met jullie. Mijn laatste fascinatie daarin is of je ze kunt zien aankomen. Daar ben ik eigenlijk de laatste jaren mee bezig. Dus daar zal ik wat over vertellen. Vervolgens over, zijn er manieren om kantelen wat je niet wil, om dat te voorkomen? Hoe kun je dat doen? En aan de andere kant, als je iets juist wel wil kantelen, kun je dat dan doen? Dus als je, dat kan alle twee natuurlijk zo zijn. In de leefomgeving kan het zo zijn dat je niet wil dat de warme golfstroom stopt of zo. Maar je wil wel dat bijvoorbeeld een troebelmeertje weer helder wordt. Of zoals we in Zuid-Amerika bekijken, dat je met klimaatfluctuaties mee, gebruikmakend van de klimaatextremen, probeert om bos weer aan de praat te krijgen in droge gebieden waar het is verdwenen. Gebruikmakend van de El Niño-regens. Dus je kunt dingen die je juist wel wil tippen of die je juist niet wil tippen. Hetzelfde in de samenleving. Sommige dingen willen we niet. Je wil niet dat mensen in een poverty trap tippen bijvoorbeeld. Of dat er oorlog uitbreekt. Je wil wel dat we naar een duurzame energiegebruik tippen. Er zijn allerlei dingen die je wel wil. Dus dat hele kantelen, dat heeft twee kanten. En dat maakt het ook heel leuk, denk ik. Maar eerst is het goed om even te bedenken wat dan een tipping point is. Wat een kantelpunt is. En toevallig zijn we net met een groepje daar een stukje over aan het schrijven. Dit is Egbert van Nes. Egbert van Nes die is met mij van het Riza naar Wageningen gegaan. En met hem werk ik nu 24,5 jaar samen. En we hebben binnenkort een jubileum. En dat vinden we erg leuk. Er was laatst een artikeltje verschenen over hoe productief verschillende relaties samenwerking in de wetenschap zijn. En de meeste zijn eigenlijk vrij kortdurende relaties. Maar die hele lange, die blijken ongemeen productief te zijn. Nou, dat heb ik zeker met Egbert. Ik heb eigenlijk de afgelopen kwart eeuw alles met hem samen bedacht en besproken. Dus hij is mede-auteur. En die andere namen daartussen, dat is ook wel leuk. Daar zie je, dat zijn de promovendi. Daar praten we ook altijd heel veel mee. Dat is natuurlijk erg leuk van de universiteit. Je hebt de hele tijd komen er jonge gasten binnen. Het is heel divers. Dit is Iran, Nederland, Brazilië, Duitsland. Het is een zeer turbulent geheel, zo'n universiteit. En daar geniet ik ook wel erg van. Nou, wat bedoelen we eigenlijk met een kantelpunt? Opeens werden we benieuwd van, ja, we hebben het daar de hele tijd over. Maar het is eigenlijk geen wiskundig begrip of zo. Het is een beetje vaag woord, kantelpunt. En nou, dit is van hoe vaak het wordt genoemd in de wetenschappelijke literatuur. En dan zie je het eerste keer dat we het konden vinden. Dat is in mijn geboortejaar. En dat gaat over zwarte wijken. Toen werd het woord gebruikt voor het fenomeen dat als er meer zwarten in een wijk komen, dat op een gegeven moment de blanken weggaan. En dan wordt die hele wijk zwart. Nou, dat bestaat dus al heel lang dat het gebruikt wordt. Maar hier, duidelijke kantelpunten, er is iets gebeurd. Nou, wat is er gebeurd? Gladwell, veel van jullie kennen dat boekje waarschijnlijk wel. En als je het niet kent, moet je het zeker een keer lezen. The Tipping Point. Heeft een boek geschreven, dat heet The Tipping Point. En dat gaat vooral over sociale kantelpunten. Je ziet ook dat de meeste kantelpunt, meeste tipping point woordgebruik zit niet in de environmental sciences. Dat is alleen maar dit. En dat is dan vooral ecologie en klimaatswetenschappen waar het veel wordt gebruikt. Maar het wordt heel veel gebruikt in de sociale wetenschappen ook. En nou, wat wordt daar dan mee? Wat bedoelen daar mensen daar in het algemeen mee? Nou, ze hebben het over een tipping point. Als er een situatie is waar een heel klein dingetje, een klein duwtje, een grote verandering kan veroorzaken. Een runaway verandering met de versnelling erin. Dus als je het net over een grens duwt, dan gaat het zelf rollen. Dan komt er een versnelling en dan komt het ergens anders terecht.
En die versnelling is, die is essentieel, want die komt door een positieve feedback. Niet dat dat slecht of goed, positief, negatief. Een positieve feedback is een zelfversterkende terugkoppeling, waardoor een beetje verandering leidt tot nog meer verandering. Nou, dat kun je je voorstellen, bij zo'n zwarte wijk komen zwarte mensen in, te veel zwarte mensen vinden witte mensen gaan eruit. Is de relatie nog meer uit balans? Nou, dan wil de volgende ook wel weg, want nu ben ik bijna alleen nog als... Dus dat zijn van die zelfversterkende processen. Zelf heb ik eigenlijk alleen maar verstand van meren. Daar heb ik een diploma voor, zeg maar. Maar ik praat ook heel graag over allerlei andere dingen. En in die meren, ja, dit is een plaatje van trouwens van een marinesysteem. Daar kun je soms een hele scherpe omslag zien. En nou, dit waarschijnlijk weten de meesten van jullie het, maar voor de sommigen die het niet weten, dacht ik, ik loop er toch even snel doorheen. Hoe denken wij daar nu over? Nou, als de condities veranderen, bijvoorbeeld de vervuiling in een meer neemt toe, dan kan bijvoorbeeld de helderheid afnemen. De toestand kan veranderen. Maar meestal gaat dat niet zo. Meestal is er een tijdje dat het niet zoveel uitmaakt en dan wordt het opeens kritiek. Ook bijvoorbeeld met toxische stoffen, wanneer gaan beestjes dood? Nou, een hele tijd maakt niet uit. En dan wordt het, dan begint het kritiek te worden, dan gaat het opeens snel. En je kunt je voorstellen dat als je dat nog net een beetje verder duwt, dan wordt het zo. Dan heb je weinig verandering. En dit is de evenwichtstoestand. En dan wordt die teruggevouwen. Nou, die teruggevouwen evenwichtstoestand, dit is een instabiel evenwicht. En dit is weer een stabiel evenwicht. En nou, dat betekent, je blijft heel lang hangen in één stabiel evenwicht. En dan opeens verdwijnt die. Dan val je naar een andere toestand. En als je dan die condities weer terugbrengt, dan duurt het lang voordat je weer terugvloept. Dat is die hysterese. En wat er ook aan de hand is, is dat je in de buurt van dit, wat wij dan kantelpunt noemen, als je daar bent, dan kun je een klein duwtje geven. En dan duw je het over die instabiele, op dat instabiele evenwicht heen. En dan krijg je die zichzelf versterkende verandering. Dan gaat het opeens, gaat hij zichzelf voortduwen naar die andere kant. En dit is dan het intuïtieve plaatje wat daarbij hoort, het stabiliteitslandschap. Dat kun je berekenen uit een model. Dus het is niet dat dat nou helemaal uit de duim gezogen is. Dat kun je uit een differentiaal vergelijking berekenen. Tenminste, als je een simpel systeem hebt, eendimensionaal systeem. In principe is dat te interpreteren. Maar het is natuurlijk een hele sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Nou, hier zie je die zigzaglijn weer met dat instabiele evenwicht. Nou, wat is dat instabiele evenwicht nou? Dat is het topje van een berg. Dat is een evenwicht, want als je erop ligt, dan blijf je erop liggen. Maar er hoeft met dit te gebeuren, of je rolt eraf. En als je eraf rolt, dan heb je die zelfversterkende verandering. En dan schiet je door naar een van de stabiele toestanden. Wat dan hier de kuiltjes zijn. Als je daarin zit, dan blijf je daarin liggen. En die kuiltjes, dat zijn deze punten. Dus hier, bij deze condities kun je twee kuiltjes hebben. Kuiltje hier, kuiltje daar. Drie evenwichten. Stabiel, instabiel, stabiel. En dat is natuurlijk aardig, want je hebt de neiging om in eentje te blijven hangen. Maar je kunt in de andere gevloept worden. Dan heb je ook weer de neiging om daar te blijven hangen. Dus dat even, kort door de bocht, de achtergrond. Dit is wiskundig, is één bepaald soort van tipping point. Dit is een saddle node bifurcation, heet dat. Dit is een node, een stabiel punt, saddle, instabiel punt. En dat is één eigenlijk van een hele serie meer specifieke wiskundige situaties die kunnen corresponderen met zo'n wat we dan heel losjes een kantelpunt noemen. Hey, we hebben contact met contact met intelligentie buiten onze kamer. Ik heb die van mij net op de hands-free gezet. Oké. Nou, dat was eventjes kort van wat bedoel ik met een kantelpunt. Nou, mijn bevlieging van de laatste jaren, van kunnen we het zien aankomen? Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat kan. Want eigenlijk, zeker voor die grote complexe systemen zoals het klimaat of zelfs een meertje,
of onze hersenen, want daar heb je ook allerlei kantelpunten. Epileptische aanval, het krijgen van een idee, noem maar op. Jij lacht nog, maar het is echt waar hoor. Oké, dus ja, die systemen die kunnen we eigenlijk niet. We hebben wel modellen. Maar jullie weten allemaal net zo goed als ik dat we met die modellen niet echt iets kunnen voorspellen natuurlijk. Die kunnen ons wel helpen om dingen beter te begrijpen, een beetje grootorde in te schatten. Maar juist die omslagen, ja, dat kunnen we heel slecht berekenen. We weten gewoon veel te slecht hoe het echt precies in elkaar zit. We kunnen het niet parametriseren. Dus kunnen we dat dan toch zien aankomen, zelfs als we het systeem niet begrijpen? En ik zal u proberen te overtuigen van misschien. En dat vind ik zelf wel heel leuk. Want dat gaat dan om hele generieke dingen. Dus dat lijkt een beetje waarzeggerij. Maar kun je het zien aankomen? Kun je een Arab Spring of het instorten van een financieel systeem of het stoppen van de warme golfstroom, als je geen model hebt? Maar je denkt dat er misschien zoiets bestaat, zo'n kantelpunt bestaat. Kun je dan weten of je er in de buurt zit of niet? Nou, dat werk wat wij de laatste jaren hebben gedaan, dat noemen we dan werk aan generic early warning signals. Generiek, want dezelfde signalen, die kun je inderdaad zien in hersenen, in meren, in het klimaat. Indicatoren van de veerkracht eigenlijk, van hoe ver je van zo'n kritiek punt af zit. En dat komt omdat er in die kantelpunten zijn er bepaalde universele dingen aan de hand, wiskundig. Generieke dingen, die maakt niet uit welk systeem het is, dus dan maakt het opeens niet meer uit. Bepaalde fenomenen gaan dan overheersen. En we zijn nu aan het kijken of we die kunnen detecteren als indicatoren. We zijn begonnen eigenlijk met een workshop, een heel diverse groep mensen, wiskundigen, economen, ecologen, sociaal wetenschappers. Je kent dat wel, allemaal krabbelen op flipovers en zo. En uiteindelijk hebben we dit stuk in Nature geschreven. En dat was op zich een klein kantelpuntje, denk ik. Want dit zijn alleen maar Nature and Science artikelen die daar op gevolgd zijn. En dat is voor Nature and Science verhalen heel veel. Dus dat was een enorm enthousiasme en nog heel veel andere artikelen. Nou, waar gaat dat dan over? Wat is het idee? Het idee is dat die toestand, die zie je eigenlijk niet zo veranderen. Dus daar kun je niet aan zien dat er iets zit aan te komen. Maar om die toestand heen, dat stabiliteitslandschap, dat verandert. En dat kun je wel, daar kun je iets aan zien. Niet aan het evenwicht, maar aan wat er gebeurt als je het net een beetje uit evenwicht brengt. Dus als het een hele veerkrachtige toestand is, een hele mooie diepe kuil, en je duwt een beetje, dan gaat die snel terug. Maar als die kuil bijna verdwenen is, dan is het minder steil en dan gaat die langzaam terug. En wat is dat nou, die steilte? Dat is eigenlijk de dominante eigenwaarde van de Jacobiaanse matrix van het systeem. Zoals sommigen van jullie meteen zullen en anderen niet, maar dat maakt ook niet uit. Want het is heel logisch, de hersteltijd, als je het een klein beetje uit het lood duwt, de hersteltijd, als het systeem lekker in zijn vel zit, hop, meteen weer oké. Maar als het, en je duwt het, dan gaat het, komt het langzaam terug. Nou, dat is in de wiskunde en in de fysica allang bekend, dat fenomeen. Het heet critical slowing down. Het langzaam worden in de buurt van een kritiek punt. Nou, dat kun je dus testen. Dus je kunt een duwtje geven en dan ver van dat tipping point, oeps, is die snel terug. Dicht bij het tipping point duurt het langer. Maar je kunt niet overal een duwtje tegengeven. Je kunt niet tegen het klimaat of het financiële stelsel of iemand met die bijna een depressie heeft. Is niet ethisch om daar een duwtje tegen te geven. Maar alles krijgt altijd duwtjes. Je krijgt zelf altijd duwtjes, alle indrukken die je hebt. Ecosystemen krijgen duwtjes, warm jaar, koud jaar, een storm. Het klimaat krijgt duwtjes, een vulkaan die uitbreekt. En als resultaat daarvan kunnen we zelfs als we geen duwtje mogen geven tegen de aarde, kunnen we toch iets zeggen, gebruik maken van natuurlijke fluctuaties. Want je kunt laten zien, ook weer wiskundig,
dat als er een bepaald regime van duwtjes geven is, een stochastische perturbatieregime, dan is de reactie van het systeem erop, die wordt anders als het in de buurt van zo'n kantelpunt komt. Wat gebeurt er? Ver van het kantelpunt ziet het er zo uit. Dichtbij het kantelpunt wordt het zo. Grotere variantie, maar ook tragere verandering. De temporele correlatie wordt groter. Toestand tijdstip t tegen toestand tijdstip t plus 1, dat gaat meer correleren. Vandaag lijkt meer op gisteren. Dus je ziet die vertraging, die zie je ook in natuurlijke, verstoringsregimes, kun je dat zien. Nou, is dat nou echt waar? Nou, hoe ga je het kijken? Eerst eens even kijken in modellen waar mensen in geloven. Bijvoorbeeld grote modellen van de warme golfstroom. Nou, dat blijkt dus inderdaad, en ook in modellen van meren waar mensen in geloven, hele eerbiedwaardige modellen, daar zie je dat. Modellen met tipping points zijn dat, want die warme golfstroom die kan stoppen. Als je daar in de buurt komt, dan zie je dus inderdaad in je simulatieresultaten zie je dit. Maar zie je het ook in de echte wereld? Nou, even wat verder teruggekeken met een promovendus van ons. Gekeken naar de geschiedenis van de aarde. Nou, hier kijk je dan miljoenen jaren terug. Dit is het eind van de Greenhouse Earth. Toen kreeg de aarde voor het eerst ijskappen. Nou, je ziet dat ging heel bijzonder. Want zie je dit aankomen? Als je nou planbureau voor de leefomgeving bent. Van jongens, het gaat een bepaalde kant op. Maar ja, had je dat zien aankomen? Of je de eind van de ijstijd. Zie je van het wordt kouder, 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 kouder. Planbureau voor de leefomgeving blijft nog wel even koud. Nee! Ja, had je dat gezien? Nou, misschien. Dus als je de temporele correlatie had gemeten. Want dit is wat de temporele correlatie zei. Voor end of the greenhouse earth. Moving window. Kijken naar de correlatie. Dat begint op te lopen. Hier, hetzelfde. Dus ja, voor kantelpunten in het klimaat, in het verleden, zagen we indicaties dat het systeem in de buurt van een instabiliteit kwam. Dus ook dat soort grote omslagen in het verleden hebben waarschijnlijk te maken met kantelpunten. Dus ook, misschien zijn er nog wel meer kantelpunten waar we nog niet overheen zijn gegaan. Deze week, artikeltje in PNAS van ons, waaruit blijkt dat als je de IPCC-simulaties goed bekijkt, en dat is heel veel, dat zijn dan terabytes aan informatie, dan zit het helemaal vol met kantelpunten. Alleen die zie je niet als je het allemaal middelt, want in ieder model zitten ze op een ander punt. Dus als jij vervolgens een ensemble maakt, is er niks aan de hand. Maar er is bijna geen simulatie waar geen kantelpunt in zit. Dat is leuk, het verleden bekijken, maar je weet nooit precies wat waardoor is gebeurd. Het blijkt altijd een beetje detective giswerk, wat nu klimaatverandering in het verleden heeft doen gebeuren. Wat je beter kunt doen als je echt harde wetenschap wil bedrijven, is een borrelend potje in een laboratorium zetten en dat over een kantelpunt laten gaan. Nou, dat hebben we ook gedaan, dat andere promovendus van ons. Annelies Verraert. Daar zie je precies die dingen die wij voorspelden. Dat was het eerste bewijs dat het in levende systemen ook optreedt. Nou is het zo dat die critical slowing down, dat zorgt dus voor een vertraging van fluctuaties. Maar je hebt vaak systemen die eigenlijk netwerken zijn. Sociale netwerken, hersencelnetwerken, netwerken van koraalriffen. En wat je ook kunt voorspellen, is dat niet alleen de traagheid, de tijdscorrelatie toeneemt, maar dat ook de correlatie tussen de onderdelen van netwerken toeneemt. Ja, een voorbeeldje wat een beetje buiten jullie professionele gebied is. We hebben gewerkt aan depressie bij mensen. Artikel van 2 jaar geleden, waar we laten zien dat verschillende elementen van de mood system, je gemoedstoestand, dat je kunt meten aan fluctuaties in hoe mensen zich voelen. Correlaties die daartussen optreden, kun je voorspellen of mensen later in hun leven een grote kans lopen om een depressie te krijgen of niet. En ook kunnen we bij depressieve patiënten aan die fluctuaties
voorspellen wat de kans is dat ze weer uit hun depressie komen, klinisch depressieve mensen. Dat is werk met een groot consortium met psychiaters en psychologen. Dat is één lijn van, we werken tegenwoordig veel aan gezondheid, frailty-syndroom bij oudere mensen, darmbacteriën, migraine. Ik vertel er vandaag niet te veel over, maar dit is even een doorkijkje naar, naar dat gebied. Wat daar generiek aan is, is dat ook in netwerken je aan correlatiepatronen tussen de units kunt zien of een systeem kritiek gaat worden. Nou, dat was critical slowing down. Het vertragen van de dynamiek dicht bij het evenwicht als een systeem in de buurt van een kritiek punt komt. Maar heel veel systemen zitten nooit in de buurt van evenwicht. Die schieten alle kanten op. Die zijn veel wilder. En dan kun je eigenlijk geen critical slowing down signalen verwachten. Dat is iets heel anders wat je ziet. Wat je wel kunt verwachten is wat wij flikkeren noemen. Dus hier heb je weer die twee evenwichten. Als je nou een modelletje hebt, dit is een model van een meer. En je zet er heel veel stochastiek op. Wat je dan ziet, is dat als je hier komt, dat hij dan zo nu en dan even naar die andere kant floept. En dan floept hij weer terug. Maar meestal zit hij nog hier. Maar hier zit hij inmiddels al meestal daar. En uiteindelijk zit hij alleen nog maar daar. Dus hij flikkert dan heen en weer tussen alternatieve toestanden. Nou, dat is een hele andere situatie. Geen critical slowing down, maar je krijgt wel hints van een toestand waar je later misschien permanent in zult zitten. Er is al Valérie Livina, een Russische onderzoekster, die heeft bedacht dat je daaruit, uit de statistiek van lange tijdseries, dat je daaruit eigenlijk die knikkerplotjes kunt bedenken. Dus wat je eigenlijk doet is de probability density, waarschijnlijkheidsdichtheid van de toestanden van het systeem gebruiken om het stabiliteitslandschap te reconstrueren. Dat kun je met tijdseries doen, maar het is soms heel zeldzaam om een lange tijdserie te hebben, terwijl je wel heel veel aparte data hebt. Bijvoorbeeld een satellietbeeld. Op een satellietbeeld heb je iedere vierkante kilometer van de aarde kun je bijvoorbeeld zien hoeveel bomen er zijn. Nou, dan kun je ruimte en tijd omwisselen. Dat mag vaak wiskundig. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan om te kijken naar de resilience, de stabiliteit van het tropisch regenwoud. Allemaal gratis data, dat kun je gewoon downloaden. We hebben de boomdichtheid over de hele aarde van het internet geplukt en de regen. En dat potje tegen elkaar. Dit is de regen, dat is hoeveel bomen er zijn. Nou, dan zie je heel veel regen, heel veel bomen. Dus alleen de tropen. Dit is bos, 80% bomen. Heel weinig regen, niks. Daartussenin savanne. En als je die puntdichtheid, die kun je omrekenen in zo'n stabiliteitslandschap. En dan kun je dus eigenlijk deze plaatjes kun je gewoon berekenen. Dit zijn die data van deze punten. En dan kun je uitrekenen wat de grootte van je attractiebassin is, wat je resilience is, aan de hand van gewoon een grote puntenwolk. En dat kun je ook weer gebruiken, dan kun je het omdraaien. Dan kun je zeggen, van, nou, als ik weet hoe bijvoorbeeld regen de stabiliteit van bos beïnvloedt, dan kan ik een plaatje maken, want ik weet hoeveel het overal regent. Ik weet waar het bos is. En ik weet als hier bos is en er regent heel weinig, dan is het waarschijnlijk niet zo erg stevig bos. Zo simpel is het dan. Behalve dan natuurlijk dat niet alleen de regen uitmaakt, maar ook de bodemvruchtbaarheid en noem maar uit. En wat mensen daar doen in dat bos. En dan kun je zeggen dat is lastig, maar dat is ook leuk. Want die veerkracht die hangt nooit van één ding af. En dat is ook een kans. Daar kun je dus wat mee. Je kunt dus veerkracht kun je managen. Deel 2 van de lezing. Net hadden we van voorspellen, kunnen we weten of in de buurt zitten. Nou gaan we naar, kunnen we iets doen? Even aan de hand van een ander artikeltje wat eerder dit jaar in Science is verschenen. En dat hebben we genoemd Creating a Safe Operating Space for the World's Iconic Ecosystems. Ik vind het een mooie formulering. We hadden eerder een stuk geschreven
Creating a Safe Operating Space for Humanity, of the Planetary Boundaries. En, met een consortium mensen hebben we daar een stuk over geschreven. Dat was voor de hele aarde. En nu dachten we van ja, laten we dat nou eens voor ecosystemen neerzetten. En iets specifieker. We weten dat als je stress veroorzaakt, dan kan de zaak inklappen. Maar eigenlijk zijn we er vrij onzeker over. En we weten niet precies wat dat voor curve is en ook niet precies waar. Dus daar zit een onzekerheid in. Oké, dus die nemen we mee. En dus als je uit die onzekerheidsrange blijft, dan is dit, dat is je safe operating space. Bijvoorbeeld, dit is de temperatuur op aarde. En dit is hoe het met het tropisch regenwoud gaat. Maar, zoals ik net al zei, die temperatuur, ja, dat maakt uit. Maar er zijn ook andere dingen die uitmaken. Bijvoorbeeld, of jij dat bos, dat bos open houdt. Want als je dat bos, als je daar wat bomen uithaalt, dan wordt dat droger. Dan heb je veel makkelijker dat het in de fik gaat. En dan wordt het savanne. En als het eenmaal savanne is, dan blijft het savanne. Dus dat betekent dat jij eigenlijk, als je zegt van het klimaat verandert. En wat jammer, dan gaat het bos eraan. Als je hier bent misschien wel, maar als jij stopt met dat openhouden van dat bos, dan kun je veel meer hebben. En in Nederland bijvoorbeeld, als we denken aan blauwalgbloei in het water, klimaatverandering, warmte, krijg je meer kans op giftige blauwalgen. Maar het hangt heel erg af van hoeveel nutriënten er in het water zitten. Dus nu zit je misschien hier en heb je al snel blauwalgen als het warmer wordt. Maar als jij wat aan die nutriënten doet, dan kun je veel meer hebben. En dat is eigenlijk iets wat zich steeds herhaalt. Er zijn verschillende lokale stressoren waar je eigenlijk wat aan kunt doen om je systeem binnen de safe operating space te houden. Zelfs als het klimaat verandert, waar je als Nederland alleen misschien niks aan kunt doen, dan kun je wel andere dingen doen. Je kunt een heleboel doen om te zorgen dat je systemen veilig blijven. En dat hebben we in dat artikeltje uitgewerkt voor wetlands, de Doñana wetlands. We hebben allemaal UNESCO World Heritage Sites gekozen. Tropisch regenwoud en de Great Barrier Reef. En voor al die systemen laten we specifiek zien dat je lokaal wat kunt doen om het systeem stabiel te houden. En ook dus dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid hebt als Brazilië, als Spanje, als Australië om dat te doen. Want je weet dat het kan, de wetenschap is daar. Doe iets. En dat is een proactieve kijk op de zaak. Niet van, oh jongens, het gaat verkeerd, je mag dat niet, je mag dat niet. Nee, wat kunnen we doen dat het veilig is? En je ziet dat bij policymakers vaak veel meer aanspreekt dan de waarschuwende vinger. En dan komen we bij het laatste deel. Hoe kunnen we omslagen bevorderen? En ons oude werk aan meertjes is een voorbeeld daarvan. Daar hebben we op een gegeven moment uitgevonden dat als zo'n meertje in een troebele toestand blijft hangen, dan kun je er een schop tegen geven. Door de vis er tijdelijk uit te halen, wordt het helder. En dan blijft het soms heel lang helder. Dus je kunt iets, een shocktherapie geven en dan komt het in een andere toestand terecht. Ik vind het vooral ook interessant om te denken over de samenleving. Als het gaat om hoe kun je omslagen bevorderen. Je zou kunnen zeggen al snel in een soort van social trap. Je zit met z'n allen gevangen in een bepaald gedragspatroon soms, een bepaalde manier van dingen doen, waarvan je, als je er op een afstandje naar kijkt, zou kunnen zeggen van nou, zouden we toch eigenlijk, dat zou niet moeten, maar het lukt niet om eruit te komen. Je zit erin gevangen. Een kleine cartoon, je probeert altijd een optimum te vinden als samenleving. En dan ga je het nog mooier maken, je onderhoudt het. Maar de toestand verandert. Misschien zijn er veel betere plekken om te zijn. Maar met je kleine beperkte blik probeer je de hele tijd maar je fossiele brandstoffen gebaseerd systeem te optimaliseren en nog beter te maken. En zo zit je dus eigenlijk met een hele oogklepperig zitje te doen wat je altijd hebt gedaan. Het heeft altijd voor ons gewerkt, we zijn er heel goed in. Terwijl de tijden zijn veranderd en eigenlijk zou je uit die val willen ontsnappen. Maar wat moet je doen? Wat houdt je gevangen? Waarom zie je het niet of waarom gebeurt het niet?
Er zitten allerlei kanten aan natuurlijk. Eén kant is de besmettelijkheid van gedrag. Je doet wat mensen om je heen doen. Bekend experimentje bystander syndroom. Iemand valt op de straat of wordt aangevallen of heeft een probleem. En er staan 20 mensen omheen en niemand deed iets. Waarom doe je niks? Omdat het heel moeilijk is om te bedenken of je wel iets moet doen. En dan doe je wat de anderen doen. Dan kijk je even naar je buurman. Oh, die doet ook niks. En die doet ook niks. Dus je zit met z'n allen gevangen in hetzelfde gedrag. En dat is besmettelijk. Het zijn allemaal fantastische kleine sociale experimentjes die dat laten zien. En je ziet het in de samenleving natuurlijk vaak. Als er een probleem is en het wordt steeds erger. Wat vindt het publiek ervan? Nou, niks aan de hand, niks aan de hand. Op een gegeven moment gebeurt er iets of is het genoeg? En er is wat aan de hand. En zelfs als het probleem dan wordt opgelost, dan blijft dat nog steeds rondzingen. Dan is iedereen nog, daar moeten we wat aan doen. Dus je blijft, je doet heel lang niets aan een nieuw probleem als samenleving. En als je er wat aan gaat doen, dan ben je er niet meer van af te brengen. Dat is, zo werkt het een beetje. En ja, die besmettelijkheid, die werkt op allerlei fronten. Dat is ook feitelijk wat er gebeurt. Wat een financiële crisis zo scherp laat zijn. En daar is heel veel onderzoek naar, ook naar de factoren die bepalen of die hysterese erin zit. Want het kan zijn dat samenlevingen heel gladjes reageren of dat ze gevangen blijven. Dat is vooral als er veel peer pressure is. Je doet wat anderen denken dat je moet doen. Een absence of leaders, van mensen die opstaan met een nieuw idee. Charismatisch een andere weg wijzen. Complexiteit van het probleem, vooral hele complexe problemen waar je eigenlijk zelf niks over kunt zeggen. Zijn genetisch gemodificeerde gewassen nu slecht of niet? Ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen, dus dan luister je gewoon naar wat vrienden en bekenden zeggen. Of misschien autoriteiten. En dan krijg je een hele sterke besmettelijkheid van de problemen. Homogeniteit van mensen, toch diversere groepen, die hebben daar minder last van. Het is lang niet het enige natuurlijk. Er zijn eigenlijk is die sociale besmettelijkheid is één kant. Als je in het brein zelf kijkt, heb je daar al dat je bepaalde dingen ziet of niet ziet. Opeens zie je iets op een bepaalde manier. Of je iets op een bepaalde manier ziet, hangt ermee samen of het coherent is met andere dingen die jij gelooft. Dat is je cognitive map. Dus je ziet dat mensen in hele pakketten van ideeën geloven. Als je gelooft in vooruitgang van de mensheid en bedrijvigheid, dan geloof je niet in klimaatverandering. Dat past niet. Dus dat zijn verschillende cognitive maps die heel beperkend zijn voor het vooruitgang van de mensheid natuurlijk. Want dat is het dogmatisme eigenlijk. Het is moeilijk om uit een bepaalde visie te komen. Fysiologisch weten we daar steeds meer van hoe dat werkt in hersenen. Maar wij zijn met onze hersenen ingebed in een samenleving. En daar zit ook weer die inertie in. Dat echoot weer terug op jou. Dus het is heel moeilijk om daar verandering in te krijgen. Nou, wat interessant is natuurlijk, is om het van de andere kant te bekijken. Van wanneer verandert er dan wel iets? En ik vind het zelf leuk, ik was laatst bij een groep die daarover nadacht. Die dacht na over sociale normen. Wanneer kun je nou verwachten dat een nieuwe sociale norm je probleem oplost? Dat we allemaal vegetarisch worden of noem maar wat. Wat kunnen we nu overlaten aan de sociale normen? En hoe ontstaat een sociale norm eigenlijk? Een aantal gevalletjes bekeken. Een bekend historisch geval is het opbinden van voetjes in China, van vrouwen. Van die kleine klompvoetjes. Dat moest je doen met je dochter, want anders kreeg ze geen man. Want mannen wilden alleen maar die meisjes met die opgebonden voetjes. Dus als jij van je dochter houdt en je gunt er een man, dan doe je dat. Nou, dat is echt zo'n social trap. Dat is heel lastig om daaruit te komen. Verschillende keizers hebben dat voetbinden verboden. Dat waren verlichte despoten. Er gebeurde niks. Dat hielp niet. Op een gegeven moment, opeens, toen kwam er een keizer die verbood het weer. En toen gebeurde het wel.
En het verhaal daarachter is dat ja, die Chinese cultuur kwam steeds meer in contact met alle andere culturen in de wereld. We steeds toch opener denken. En op een gegeven moment was het gewoon het probleem helder. En was de resilience van die social trap die was heel klein. En toen lukte het wel om met een policy het systeem eroverheen te duwen. En toen was het ook gebeurd. Kwam het ook nooit meer terug. Dichter bij huis, niet roken in publieke gebouwen. Dat was heel lang lastig om dat als een policy erin te krijgen. Maar je ziet eigenlijk dat door Europa er een hele epidemie is geweest van het verbieden van roken in publieke gebouwen die heel succesvol is. Terwijl het daarvoor vele malen mislukt was. Op een gegeven moment was de tijd er rijp voor. De geesten waren er op een of andere manier rijp voor. Toen kwam nog een keer zo'n poging en toen werkte het. En nu heb je eigenlijk die regelgeving niet meer nodig. Want nu is het een sociale norm geworden. Als jij een peuk opsteekt in een schoolgebouw of zo, dan moet je kijken hoe snel en hoe agressief erop gereageerd wordt. Dus het lijkt erop dat een omslag die je met policy wil bewerkstelligen, die kan eigenlijk alleen maar als de geesten er rijp voor zijn, als die social trap een beetje instabiel is geworden. Maar dan heb je het wel nodig, want dan moet je net dat laatste duwtje geven. En als je dat dan doet, dat hoeft maar heel kort eigenlijk. Dan kun je daarna eigenlijk je handen ervan aftrekken, want dan krijg je die zelfversterkende werking waardoor je doorrolt. Nou, kunnen we dan zien welke policy onderwerpen er geschikt zijn voor zo'n duwtje? Misschien wel, misschien kunnen we daar dat critical slowing down in zien. We zijn nu heel veel werk aan het doen met een groep in Amerika aan social media data analyse. Dus we analyseren Twitter, Facebook, Instagram data, ook Google searches en zo. Op zoek naar waarschuwingssignalen voor verandering van opinie over bepaalde onderwerpen. En ook voor sociale onrust. We zijn ook geïnteresseerd in waarschuwing voor oproeren, maar ook in politieke omslagen. Dus misschien kunnen we daar naar kijken, maar dat is allemaal werk in uitvoering. Leuk om over te praten, als jullie daar ideeën over hebben. Als je iets wil, als je wil begrijpen waarom je in zo'n val zit, dan moet je eigenlijk natuurlijk ook snappen waarom dat is. En wat is het nou? Is het alleen die opinie? Of zijn er misschien bepaalde belangengroepen in de samenleving die bepaalde dingen liever niet zien veranderen? En hoe wenden die dan hun invloed uit? Hoe werkt dat? Hoe werken bedrijven? Wat is de rol van CEO's of van mensen in bedrijven? Van de commissarissen? Wie zitten er achter bedrijven? Hoe werkt de politiek? Dat is natuurlijk de hele machinerie waar we met z'n allen in zitten. En waar je altijd een open oog voor moet houden. Wat is er nou precies? Wat is er nou precies aan de hand? Waarom wil het soms maar niet vlotten ergens mee? En kunnen we dan kunnen we misschien op een of andere manier versnappen hoe het zit? Kunnen we dan gaan knagen aan die veerkracht van die toestand die we eigenlijk niet willen? En uiteindelijk kunnen we misschien een shocktherapie geven. Kunnen we een kort duwtje geven? Als je een kort duwtje geeft, kun je misschien daarna je handen eraf trekken. Dus als je over de energietransitie, waar ik graag veel meer van wil leren. Als je daaraan denkt, als je denkt, ik heb zonnepanelen op 32, veel te laat. Maar uiteindelijk was het omdat een paar mensen verderop in de buurt het deed. Ik dacht van ja, waarom doe ik het eigenlijk niet? Dat is eigenlijk ook logisch. Dus toen deed ik het. Toen heb ik een oude tweedehands Nissan Leaf gekocht, elektrische auto. En daar rijdt mevrouw iedere dag 25 heen, 25 terug naar de universiteit. Op onze eigen zonne-energie. En nou zegt iedereen van, en hoe duur is dat nou eigenlijk? Oh ja, dus. Nou, en allerlei andere mensen willen dat ook. Zo werkt het natuurlijk toch gewoon. Je hebt besmettelijkheid, maar het moet wel. Je moet eerst een kritieke massa over de streep hebben. Dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Met subsidies, met gewoon geld. Zo is het in Duitsland denk ik ook toch gewoon gegaan. Gewoon hard dingen aantrekkelijk maken. En dat hoef je niet altijd te blijven doen, want op een gegeven moment dan rolt het balletje. En dat is nou het leuke. Dan gaat het balletje zichzelf verder duwen en dan hoef je er niet meer zoveel geld in te pompen. Dan loopt het wel. Dus dat was even gewoon kort. Kun je het zien aankomen? Kun je een safe operating space bouwen? Of kun je juist de zaak ondermijnen en proberen om te duwen?
Nou, ik ben net, kom net uit Arizona, waar het 41 graden was, waar ik bijna niet naar buiten durfde vanwege de hitte. En nu ben ik hier. En dat was een conferentie over complexity. Nou, dat is, blijkt een hele een soort van hitje te zijn. Het zijn allemaal bijeenkomsten over complexity, complex system science en zo. Ik zou zeggen, ik zou dat noemen holisme 2.0. Volgens mij moeten we dat doen. We hebben wetenschap en we zijn allemaal heel goed in alle hele kleine dingetjes. Sommige mensen weten heel veel van hoe snel watervlooien kunnen zwemmen. En anderen weten heel veel van hoe neuronen vuren. Maar er zijn wat grotere vragen die we daarmee niet echt de baas kunnen. Dus kunnen we nou de defragmentation of science, kunnen we dat nu een beetje ontsnipperen, het beeld van de wereld wat we hebben? En mensen zijn natuurlijk altijd holistisch geweest. Dus sinds de mensheid bestaat, hebben we geprobeerd om onze complexe, bedreigende omgeving te controleren, te bezweren met rituelen en geloven en zo. Maar daar is op een gegeven moment iets beters voor in de plaats gekomen, en dat is de wetenschap. En dat werkt natuurlijk fantastisch. Alleen, we weten heel veel van hele kleine dingetjes. We weten heel veel van een CO2-molecuul. Heel knap dat we dat weten. Maar als we meer van die CO2-moleculen in de atmosfeer doen, wat gebeurt er dan? Ja, dat is moeilijk. We weten heel veel van een neuron, van de calciumkanaaltjes in de membranen van neuronen en de synapsen. Maar wat nu menselijk gedrag eigenlijk stuurt, dat snappen we niet zo goed. Dus we hebben heel veel verstand van heel veel kleine dingetjes, terwijl we hele grote vragen hebben. Dus hoe krijgen we nou een beeld van het geheel, maar dan niet een vaag beeld, maar een scherp beeld. Dat is holisme 2.0, dat is combineren van al die inzichten die je wel hebt en toch het grote plaatje. En denk niet dat dat één silver bullet is. Dat is gewoon, dat blijft mensenwerk. En dat moeten we toch uiteindelijk doen met onze hele beperkte hunter-gatherer hoofdjes die we hebben. Want we kunnen nog zulke modellen en supercomputers hebben. We moeten het uiteindelijk begrijpen, anders overtuigen we niemand. En ik denk dat jullie vak is en het is mijn vak. Dus laten we daar wat over kletsen. Dankjewel. Ja, hij doet het. Als je vooral met energie bezig bent, dan is dit natuurlijk een ontzettend interessant verhaal. Ik denk, heel in zijn algemeenheid geeft Martin Scheffer ons twee lessen mee. Dat is dat er al heel veel voortgang geboekt is op het terrein van die kritische drempels waarbij systemen veranderen. Die tipping points, dat is één les waar hij een aantal illustraties van gaf. En het tweede is dat er van die generieke aspecten van systemen zijn. Er zijn dus dingen die dat als je naar één systeem kijkt, dat je ook weer lessen kan trekken voor een ander systeem. Dus je hoeft het niet tot het systeem zelf te beperken. Dus die kantelingen die hebben ook een soort gelijksoortige kenmerken. Dus dat zijn denk ik twee heel algemene punten die hij ons meegeeft. Vervolgens geeft hij, laten we zeggen, mee iets over de factoren die daarachter een rol spelen. Dus bijvoorbeeld weinig diversiteit en een grote connectiviteit van die actoren, dan gaat zo'n verandering makkelijk snel. En wanneer er een afnemende variantie is en meer ingewikkeldheid van netwerken, dan neemt de veerkracht van die systemen af. Dus een systeemtransitie wordt dan dus bevorderd in een situatie waarin er steeds meer van meekoppeling sprake is. Dat zijn denk ik allemaal algemene aspecten waar je heel goed op kunt letten wanneer je meer in één sector kijkt. Wat is daar nou aan de hand? Tegelijkertijd heeft hij ook natuurlijk heel erg gezegd, trek nou niet
te snel conclusies. Je ziet een paar dingen en dan denk je, oh, nou weet ik het wel dat het tipping point er is. Nu is natuurlijk de vraag, hoe is dit soort denken toepasbaar op een voorbeeld als het energiesysteem? Nou is het interessante dat er mensen zijn, niet de minste, die denken dat dit heel erg makkelijk toepasbaar is. En ik zal een voorbeeld geven van Jan Rotmans, de hoogleraar in de transitiekunde. Die weet het dus. Hè? Dus ik geef een citaat. Hij had denk ik deze artikelen nog niet allemaal bestudeerd, maar hij had het al helemaal verinnerlijkt. Dus het illustreert alleen dat dit echt relevant is om daar zo over na te denken. Daar komt het citaat. De spanningen zullen tot 2020 oplopen, maar daarna begint het pas echt. De huidige instabiele kantelperiode is voorbode van decennia van crisis. Deze stapeling van crisis is een zegen. Dus je kan er ook een oordeel over hebben. Het biedt de enige duurzame uitweg naar radicale verandering van onze maatschappelijke stelsels. Nou, oké, als je daar dus zo in zit, dan weet je al helemaal hoe het gaat. Ik denk zelf dat dat nog een beetje simpel is. Dat het dus wel heel zinvol is om erover na te denken. Zien we die indicatoren? Kunnen we ze gebruiken? En iets wat iets minder, laten we zeggen, letterlijk aan bod kwam. Gaat die verandering dan snel of gaat die op een rustige manier? Dus ik denk dat dat denken zinvol is. En ik zal 3 voorbeelden geven van, laten we zeggen, situaties waarin ik denk dat je daar dieper over na kunt denken. De eerste, dat is altijd makkelijk, dan kijk je naar het verleden. Hebben we in verleden momenten gehad waarop zo'n tipping point zich voordeed? En er is wel een duidelijke situatie geweest. Dat was de vroege jaren 90. Dat is dus het moment waarop in het energiesysteem marktwerking is ingevoerd en tegelijkertijd de aanpak van nationaal Europees werd. Dus er waren 2 hele grote veranderingen. We gingen daarin van een bijna volledig gepland systeem naar een systeem met meer markten. En het interessante van die verandering was dat die gaandeweg steeds onvermijdelijker werd. Dat was dus niet iets waarin je halverwege nog een keuze kon maken van we gaan terug. Dat kon niet meer, omdat in dat volledig geplande systeem daar werden, laten we zeggen, schotjes uitgehaald. Er werden kleine gaatjes gekozen, waardoor nieuwe partijen op grond van marktprikkels eigen investeringen konden gaan doen. En op een gegeven moment werd dat zoveel dat het grote geplande systeem onhoudbaar werd. Dat hield niet meer stand. Dus daar kwam dus een bijna onvermijdelijke, steeds scherpere verandering. Maar ja, aan de andere kant, is dat nou iets wat je, laten we zeggen, een abrupte verandering kan noemen? Het heeft 20 jaar geduurd, die verandering. De Europese Commissie heeft vorig jaar gezegd dat dit jaar de transitie naar die marktwerking voltooid is. Dus het heeft 20 jaar geduurd. Nou ja, 20 jaar, dat is natuurlijk best veel. Dus dat is, moet je er maar over hebben of je dat abrupt vindt. De tweede verandering, dat is, laten we zeggen, waar we voor staan. Dus, en dan is 1 voorbeeld, dat is die verandering waar Rotmans zo'n betekenis aan geeft. Dus we gaan dan van fossiel naar hernieuwbaar en tegelijkertijd van centraal naar decentraal. Die dingen worden in het beeld heel vaak samengezien. Evident is natuurlijk dat zeker in Nederland dat tipping point nog lang niet bereikt is. Het hangt af van de indicatoren die je gebruikt. Dus je moet heel erg nadenken, wanneer durf ik dat te zeggen? En de mate waarin er van die zelfversterkende mechanismen sprake is, of je dat nou snel kan verwachten. En dan kan je denken aan mogelijke indicatoren. Gaan er veel bedrijven failliet? Dus degene die het voor het zeggen hebben, waar het grote geld is, houden die nog stand? Of kunnen die zichzelf nog weer opnieuw uitvinden? Komen er nieuwe verdienmodellen? Komen er andere actoren? Nou, ik denk dat als je
nu naar Duitsland kijkt, dat je een heleboel van dat soort kenmerken ziet. In Nederland denk ik nog niet. Maar aan de andere kant liggen wij natuurlijk zo dicht bij Nederland, dat als Duitsland veel, als, bij Duitsland, dat als dat veel steeds sterker wordt, dan op een gegeven moment krijg je daarmee te maken. Dus dit is denk ik meer een spannende, betrekkelijk open vraag waarin je heel goed over die indicatoren kunt nadenken dan dat je het antwoord al heel duidelijk kunt vermoeden. Maar er is ook nog een derde factor. En dan zou het kunnen gaan om de combinatie van die tweede, dus dat overgang naar hernieuwbaar en naar decentraal, met wat we binnen PBL maar even noemen het versmelten van de infrastructuren. Daarmee bedoel ik dat voorheen gescheiden sectoren steeds meer samengaan. Ik geef een voorbeeld. De energieonderneming RWE, die wil de Uber van energie worden en ziet nieuwe mogelijkheden door een combinatie van big data, disruptive business modellen en smart concepts. Dus allerlei dingen die ze uit andere sectoren gehaald hebben. Tegelijkertijd heeft Google een van de meest succesvolle toepassingen in de energiesector. En deze versmelting van sectoren samen met dat tweede punt van dat je naar hele nieuwe invullingen van het energiesysteem gaat, dat is denk ik wel iets wat potentieel zou kunnen wijzen op tipping points. Maar het interessante is natuurlijk dat als je dat dan echt beter gaat bestuderen, dat je die systeemgrenzen van dit is energie, dit is ECT, dit zijn die systeemgrenzen, die moet je bij voorbaat niet gebruiken. Want dan kom je niet op het spoor waar het om gaat. En dat is denk ik ook wel een goede les die uit dit werk gehaald kan worden. Dat je, laten we zeggen, de goede combinatie van diepte en breedte moet hebben. Precies dat voorbeeld natuurlijk van dat je dat scherp kijken moet gaan leren. Dus ik heb ervan geleerd dat die lessen die Martin Scheffer ons geeft, dat die heel waardevol zijn voor de analyse van het energiesysteem. Maar dat we ze tegelijkertijd met heel veel scherpte en vernuft moeten gebruiken. En dat is natuurlijk precies wat hij in deze lezing ook illustreerde. Dankjewel. Dankjewel, Pieter. Dan gaan we nu over naar de discussie. Martin, mag ik je weer naar voren vragen? Voor de discussie hebben wij weer de catchbox. Voor diegenen die er niet mee bekend zijn, dat is een microfoon die we hier de zaal in kunnen gooien en die gevangen kan worden. Als je dat zwarte vlakje voor je houdt, dan kan je daar keurig mee spreken. Tijdens het gooien is hij uit, dus we hoeven niet bang te zijn voor allerlei ploffen en paffen. Maar die gaan we gebruiken om de discussie te voeren. Dus graag, wie mag ik de eerste vraag laten stellen? Kijk, hoppa. Gevaarlijk, maar hij is zacht. Dag, Alexander Duindam, Schutluinpartners. Ik heb een vraag, zijn er ook complexe systemen die een grote verandering doorgaan zonder vroege waarschuwing? Ja, tuurlijk. Ja, dat is denk ik eerder de regel dan de uitzondering. Er zijn natuurlijk veel grote veranderingen die helemaal niks te maken hebben sowieso met tipping points. Dingen veranderen eigenlijk altijd. Ik denk dat de regel is dat dingen rommelig en fluctuerend geleidelijk veranderen. En dat de uitzondering is dat er een omslag, relatief plotselinge omslag plaatsvindt. En als dat een plotselinge omslag is, dan kan dat om allerlei redenen zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de president van de Verenigde Staten een beslissing neemt over iets die overal zijn weerslag heeft op de rente en op allerlei dingen. Ja, dat zie je niet aankomen aan die subsysteempjes. Dus dat is gewoon een verstoring van buiten, zou je kunnen zeggen. Inslag van een meteoor op aarde die een uitsterfgolf op gang brengt. Dus die dingen waar ik het over heb, dat zijn eerder de,
de uitzonderingen dan de regels, denk ik. Maar het zijn wel, ik vind het leuke, interessante uitzonderingen. Niet alleen omdat het gaat over grote plotselinge veranderingen die belangrijk voor ons zijn. Maar ook omdat dat dan soms dan juist weer nette dingen zijn die wel makkelijk te begrijpen zijn. Ondanks de hele complexiteit van die erachter zit van het systeem. Door. Ik moet hier even aan wennen. Ja, als Peter Benschop van het Trambureau Overijssel. Dank voor de prachtverhalen. Voor beide geldt dat. Ik zit een beetje te stoeien met dat criterium van critical slowing down om tipping points te herkennen. En eigenlijk vooral in relatie tot bijvoorbeeld die waarden. Hè, en waar u dan het over heeft dat u nu met sociale data, met big data zit te kijken of er meningen veranderen. Hoe moet ik dan ten aanzien van meningen bijvoorbeeld zo dat critical slowing down voorstellen? Nou, bijvoorbeeld wat wij interessant vinden is of je gebeurtenissen zoals de rellen in Ferguson of in Londen of Parijs of Arab Spring of zo, dat soort situaties waar de vlam in de pan slaat, of je dat kunt zien aankomen. Kun je zien aankomen bijvoorbeeld dat er een grote spanning is in de samenleving? Want al dat soort dingen, net als het begin van de Eerste Wereldoorlog, die gebeuren met een incident waar mensen boos over worden. Het bijzondere is dat dat niet dan weer uitdempt, maar dat het alleen maar groter wordt. Wat je bijvoorbeeld kunt doen op Twitter, wat we nu aan het doen zijn, is kijken of tweets, of die boos zijn. Nou, een tweet is een verzameling woorden. Die woorden kun je reduceren tot een aantal emotionele dimensies. Zoals boosheid, tevredenheid. Dat is een wetenschap op zich. En die programma's die bestaan al, die kun je gebruiken. Het is geen perfecte wetenschap. Maar we hebben wel heel veel data. Ik geloof 3 miljoen tweets per dag. Dus wat je dan kunt doen, is kijken naar de emotionele lading van berichtjes die mensen aan elkaar sturen. En je kunt zien als iemand boos wordt, kun je zien of dat lang duurt of dat weer snel weggaat. Maar je kunt ook zien of zijn vrienden vervolgens ook boos worden, of het verspreidt. En of die bubbel dan snel weggaat of niet. En het idee is, als het snel weggaat, nou dat valt wel mee, maar als het heel lang duurt, het volgende wat je weet is in plaats van weggaan, blaast het op. En het volgende wat je weet is de vlam slaat in de pan. Dus om even een idee te geven, werk wat mensen in Singapore hebben gedaan bij het vallen van de dominante regeringspartij. Na heel veel jaren keken ze naar kritische politieke blogs. En ze keken naar posts daarop en puur naar de frequentie daarvan. En dan zag je een kleine burstje, een groepje mensen even boos en dat hield weer op. Maar die werden steeds langer en intensiever. En vervolgens zag je dat een indicatie was dat die gemoederen hoger opliepen. Je kreeg grotere besmettelijkheid van woede over dingen. En tot ieders verbazing viel die partij die heel lang dominant was geweest daarop. En nu zijn we dat systematisch bijvoorbeeld aan het bekijken in Amerika voor upset elections. Dat zijn lokale verkiezingen waar de dominante partij opeens verliest. Maar we kijken naar veel meer dingen. We kijken ook naar waarschuwingssignalen bijvoorbeeld van psychiatrische stoornissen, depressie van individuen op internet. Er zit ook een privacykant aan, maar mensen posten alles. En je hebt dus bipolaire mensen die heen en weer tussen toestanden vloepen. Ja, en er zijn zoveel data, dan selecteer je daar een miljoen tijdseries uit en dan ga je die eens wat beter kijken. En, dus het is, ja, dat zijn hele rommelige data, maar het zijn heel veel data. Ja. En wat ook veel gebeurt is kijken naar op Google Trends kun je kijken wat mensen voor zoektermen in typen. Dus dat werk aan die sociale media, dat is echt fantastisch interessant, vind ik. Het staat in de kinderschoenen. Maar het heeft, denk ik, heel veel potentie. Maar dit soort richtingen gaat dat op. Ja, dank. Ja. Volgende. Ja, dankjewel. Wietske Jonker, oud-milieukundedocent en zo.
Ik was in 2009 bij de IPCC-update van de gegevens. En op het officiële programma, dit was in maart 2009, mochten de tipping points niet op het programma staan. Maar de chairman van de workshop waar ik bij hielp, die liet dat toe. En toen kwam als tipping point het gevoel dat als methaanhydraat uit de zeeën gaat smelten en dus in die noordelijke regionen, dat een heel ernstig en zorgwekkend tipping point voor het systeem aarde zou zijn. Is daar tegenwoordig nu meer werk aan gedaan? En ik begrijp dat tipping point nou wel officieel mag. Vind ik goed. Ja. Ja, dat is een heel interessante vraag. Ja, er zitten eigenlijk twee kanten aan. Het ene is van, tipping points mocht niet op de agenda staan. Nou, misschien enerzijds, je wil niet alarmistisch zijn. En wat je later hebt gezien bij de... ben ook bij zo'n IPCC en de policy en de science meeting geweest. Dan zie je dat de politici op een gegeven moment later zeiden van... Jongens, jullie zijn zo... overvoorzichtig geweest om niet alarmistisch te zijn. Waarom heb je ons niet iets duidelijker gezegd? Wat je eigenlijk... Dus daar is een soort van correctie geweest om maar vooral niet alarmistisch te zijn. Wat nu achteraf gezien eigenlijk een erring on the side of least drama noemen ze dat. Dus we zijn te voorzichtig geweest om maar niet alarmist te zijn. Iets anders interessants wat erin zit is... accounting for the uncomputable. We hebben een artikel daarover geschreven, over dat hele fenomeen. Dan moet ik eigenlijk het eerste plaatje... Oh, dit is een heel ingewikkelde... Ja, maar het is dat eerste plaatje is daar zo toepasselijk voor dat ik toch even terug ga... Ja, daar heb je hem. Huh? Heren die praten nooit over getallen. Dali is geweldig. Maar die IPCC, daar is een hele discussie ook na die tijd over geweest. Het zijn allemaal dingen waarvan we weten dat ze aan de hand zijn. Bijvoorbeeld het afglijden van landijs de zee in. Wat niet in de rapporten staat, want we hebben er geen model voor. En je gaat toch niet dingen in het rapport zetten die je niet kunt berekenen. Maar we kunnen maar een heel klein deel van de werkelijkheid berekenen. En daardoor nemen we heel veel niet mee. Dus we hebben een hele erge focus op wat we kunnen berekenen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. We worden ook ingehuurd om dingen te berekenen. Terwijl op een gegeven moment dan weet je wel dat misschien ook andere dingen belangrijk zijn. En we kunnen de biofysische dingen beter berekenen dan de sociale dingen en de emoties van mensen over dingen bijvoorbeeld. Maar ook binnen de biofysische zaken zijn er is het zo dat je altijd doet wat je kan. Dus dat zit daar ook een beetje in. Dat zijn echte fallacies waar we het mee te maken hebben. Dat zijn zwakke kanten van ons als wetenschapsgemeenschap eigenlijk. En het laatste punt dan, de bom, de compostbom of de methaanhydraatbom. Ja, dat is nog steeds wel één van de mogelijkheden. Dus er bestaat een hele lijst van dingen waarvan het zou kunnen zijn dat ze zichzelf gaan versterken. Op dit moment is de meerderheid van de mensen die er verstand van hebben, denken niet dat die... klatraten instabiel worden, maar we weten dat heel slecht. We weten dat heel slecht. Er is een goed artikel geschreven door Tim Lenton een aantal jaar geleden. Dat heet Tipping Elements of the Earth System. En dat staat in de PNES. Die heeft eigenlijk met een heleboel deskundigen gepraat en gewoon gevraagd van, nou, wat denken jullie nou? Waar zit nou misschien een tipping point? En hoe onzeker of hoe zeker ben je ervan? Ja, in die toestand zijn we eigenlijk. We kijken naar de klimaatreconstructies uit het verleden. Daar proberen ze zoveel mogelijk uit te leren. We runnen de klimaatmodellen die we nu hebben. En we proberen de onzekerheid in te perken.
Dat is het hele spel wat we spelen. Maar het is zeer onzeker natuurlijk, nog allemaal. Ja, Jurgen Gansfles, Planbureau over de leefomgeving. Dank voor een mooi verhaal. Ik vond vooral de stap van bestuderen van natuurlijke systemen naar sociale systemen, vind ik zelf heel interessant. Ik zie daarbij ook wel een hele, een wat zwarter perspectief dan dat u schetst. Want je kunt die dingen natuurlijk gebruiken om ook te gaan kijken, onder meer met social media, van is er nou ergens onrust in de samenleving? Maar mijn vraag is, van wie is die kennis? Ligt het ook in een publieke domein op een gegeven moment? Dat is natuurlijk ook heel erg waardevol, niet alleen in het normale lobbywerk en voor pressiegroepen en dergelijke, maar ook gewoon om hele samenlevingen te ontwrichten. Dus ja, ik was benieuwd naar uw blik daarop. Nou, dat is heel interessant inderdaad. Dus deze informatie, die hebben allerlei bedrijven en groepen ook natuurlijk. Daniel Kahneman van dat boek Thinking Fast and Slow, die heeft een Nobelprijs gekregen voor zijn werk aan hoe ons denken werkt. En die zegt van ja, de ratio, dat is één aspect, maar de meeste beslissingen worden eigenlijk door de intuïtie ingegeven. Hij heeft daar fantastisch werk aan gedaan. Hij is psycholoog, maar een Nobelprijs voor de economie, omdat het eigenlijk benadrukt dat dat die ratio, homo economicus, dat maar een heel klein deel van de werkelijkheid bestrijkt en dat het niet eigenlijk goed vat wat werkelijke drijfveren van mensen zijn. Een belangrijk deel van zijn werk is ingegeven om dit soort kennis publiek te maken en niet alleen maar in de handen te hebben van een paar grote bedrijven of bepaalde regeringen. Maar het is het idee van nou, maak het in ieder geval transparant, zodat iedereen het weet. Mm-hmm. Dat is het beste wat je kunt doen. Maar dat is een hele interessante discussie natuurlijk. Welke wetenschap mag je wel doen en welke niet? En als je het niet doet, is het dan niet iemand anders die het toch doet? Dan denk ik meestal van nou, laten we het dan maar democratiseren. Dat iedereen dit weet en dit ziet. Ja. Okay. Goed zo. Nou, bedankt. Dat was heel interessant. Ik vond ook wat Pieter erover zei. Ik hou mezelf ook bezig met de energietransitie. En een groot zorgpunt wat ik heb is van die hele energietransitie, die noodzakelijke transitie in het grond, denk ik een beetje. Maar die gaat voor ons allemaal heel veel betekenen. En laten we wel wezen, de maatschappij is verslaafd aan overvloed, aan heel veel energie. Overal, altijd, heel betaalbaar. Vroeger moesten we daar heel veel moeite voor doen om energie te krijgen, moesten we hout winnen en nu trekken we het zo uit stopcontact, dat houdt niet, maar goed. En toch zullen we die transitie door moeten gaan, waarin iedereen die krijgt daar laat ik het maar gewoon last van noemen. En wat je aangaf is van een transitie is pas mogelijk, ook maatschappelijk en sociaal, als dus die maatschappij daar klaar voor is. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Van, worden we daar ooit klaar voor? Om in verband met ons nageslacht of generaties na ons dingen nu te gaan laten. Ik ben ook lang niet zo optimistisch als Jan Rotmans. Maar die resilience van het systeem in de huidige structuur zou best wel eens heel groot kunnen zijn. Omdat we er zo ontzettend veel korte termijn baat bij hebben. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat ben ik half helemaal met je eens. En de andere half. De andere helft hoor ik graag. Nou, ja, ik denk dat we heel erg gewend zijn aan hoe alles gaat. Ik denk dat feitelijk die offers die wij moeten brengen helemaal niet zo dramatisch hoeven te zijn. Als je kijkt naar de relatie tussen geluk en inkomen die er is, dan zit je bij. Dan is die in onze range van inkomens heel weinig eigenlijk. En als je vervolgens kijkt wat de geschatte aanslag op het bruto nationaal product is, dan is die heel klein van een omslag. Dus dat zie ik niet zo. Bruto nationaal product, waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Een heer
die praat niet over cijfers. Ja, het bruto nationaal product is van veel landen, de meeste landen, Amerika ook, Nederland ook, in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld gestegen. En toch op een of andere manier willen we dat niet dat dat weer gebeurt. Dat was dus niet te vangen in het bruto nationaal product. En eigenlijk het hele werk van Kahneman gaat er ook over. Dat andere dingen zijn eigenlijk voor ons belangrijk. Maar we zijn wel verblind door dat we dat eigenlijk, dat geloven we eigenlijk niet. We denken dat dat wel heel veel uitmaakt. Of we 100 euro meer maandlasten hebben of zo. Dus dat enerzijds denk ik van ja, dat offer is helemaal niet groot. Maar anderzijds van ja, maar wanneer gaat het dan wel gebeuren? Ja, het gaat gebeuren als mensen zich er goed bij voelen. Het heeft niks met ratio te maken, denk ik. Het heeft te maken met dat het cool is, dat het leuk is, dat het goed voelt, dat je er een warm glow gevoel voor krijgt. Ik ben ook somber over onze capaciteit als samenleving om een transitie in te gaan. Ik zie wel dat die business models die je noemt, hè, dat daar zit heel veel beweging in. Er is enorm veel inventiviteit en vernieuwing in het bedrijfsleven. Maar als je wil dat zaken een bepaalde kant op gaan, waarvan we eigenlijk kunnen zeggen van nou, dat is voor ons en voor de generatie na ons beter en dat zouden we moeten willen. Ja, dan moet je dat ontzettend in altijd innovatieve marktsysteem, moet je wel incentives geven. En dat hebben ze in Duitsland natuurlijk gedaan. En daar moet je wat voor over hebben. Dan moet je even niet zuinig zijn. Dan moet je er even flink tegenaan gaan. En dan is het natuurlijk aan het hele bedrijfsleven. Nou, dat is een kolfje naar hun hand. En dat kun je daaraan overlaten. Maar je moet wel de incentives goed stellen als overheid. En dan kun je denk ik wel wat veranderen. Je moet het niet verwachten van het spontaan vegetarisch worden van mensen. Of Nissan Leafs kopen. Je moet als overheid gewoon wel even de schouders eronder zetten, denk ik. En dan kan het, denk ik. En hoe ga je daar met belangen om? Want ik bedoel, belangen van bedrijven spelen daar een belangrijke rol. Ja, nou, dat is heel interessant. Ik heb daar een ander deel van mijn lezing over. En die zal ik dan nu starten. Je denkt dat ik een grapje maak, maar dat is helemaal niet zo. Deze vraag had ik verwacht. Voorbesproken. Deze vraag had ik verwacht. Dus hier waren we gebleven. En er zit een zwartje tussen. En dan gaan we naar, ja, wat. Dit gaat even over de natuur, zeg maar. En de stress die we erop doen. En hoeveel beter worden we er met z'n allen van? Nou, goede natuur, dat willen we wel. Dus dit is, zeg maar, total welfare. Hogere voor total welfare als de natuur mooi is. Maar ja, het moet niet te veel kosten. Want die vervuiling en allerlei dingen, er zijn bedrijven die lijden daaronder als ze dat niet meer mogen, die vervuiling. Dus dat wil je ook toelaten. Dus ongeremd, alle bedrijven alles doen wat ze willen en het moet mooi blijven. Dit is het beste. Maar je kunt het niet allemaal hebben, want dat ecosysteem reageert. Dus als je meer vervuilt, dan gaat die toestand, die kachelt achteruit. Nou, hier kun je een optimum hebben. Dat is een mooie compromis. Hier is het compromis het slechtste wat je hebt natuurlijk. Dan moet je of zeggen van nou, hè, vervuil maar. Of we bewaren het. Iets ertussenin is voor iedereen slecht. En wat je vaak hebt, ecosysteem met een catastrophe fault. Dan zeg je van nou, zolang er niks aan de hand is, vervuilen maar. Maar dan zit je dus eigenlijk per definitie vlak bij het randje. En nou, hoe kun je dit nou sturen? Kun je zeggen van nou, laten we een belastingssysteem maken. Hè? Wat gaan we doen? Hoe kom je bij het optimum? Nou, dan ga je belasting maken die zorgt dat je een systeem hebt dat je hoger en hoger kruipt. Maar het probleem is dat als je een hele erge environmental lobby hebt, dan duwen die perceptie heel erg één kant op. En als je een hele erge lobby hebt aan de andere kant van bepaalde bedrijven die juist graag die fossiele brandstoffen blijven gebruiken of zo, dan kantel je dat systeem een andere kant op. Dus ben jij een rational decision maker van de overheid en je zegt ik heb het beste voor met iedereen en ik probeer iedereen zijn belang het beste af te wegen,
dan wordt de vraag inderdaad, kun jij iedereen's belangen goed horen? Of is het zo dat bepaalde groepen een grotere lobbykracht hebben? En dan heb je natuurlijk het algemene probleem van het collective action problem. Dus als een heleboel mensen een heel klein beetje last ergens van hebben, dan zul je die niet zo erg horen. Maar als een paar goed georganiseerde mensen heel veel baat ergens bij horen hebben, of last, zul je die wel horen. En zo, dat is het algemene verschijnsel van het lobbyen. Als overheid wil je er eigenlijk bovenuit stijgen. En wil je dus eigenlijk immuun zijn voor de lobbykracht van bepaalde partijen. En dat is heel moeilijk. En de wereld is natuurlijk heel erg gebiased. Dat was een kleine toegif, maar die wil ik er eerst niet in doen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Dus hoe hou je iedereen tevreden? Nou, je houdt niet iedereen tevreden. Dat is ook niet de vraag waar het over gaat als je een land wil leiden. Je moet je de vraag stellen, hoe doe je het zo dat wij daar met z'n allen en de volgende generaties het beste van worden? Dan kun je je laten informeren door allerlei partijen. Nou, we weten dat de werkelijkheid daar ver van af is natuurlijk, maar het is goed om dat spanningsveld in gedachten te houden inderdaad. Ja. Nou, dan ga ik kijken of ik hem over een hele lange afstand, die mevrouw daar achter die... Wauw. Oké, dat was niet slecht toch? Ja. Ja. Oké, ja, ik snap me al te vragen. Ja. Maar volgbal mag je niet gooien, toch? Oké, ben ik te horen? Ja, mijn naam is Monique van Eikelenburg. Ik ben van de Duurzame Energiekoepel en een van die lobbyisten, zoals u het noemt. Mijn vraag is er onderzoek gedaan naar, kun je nou beter lobbyen op veel kleinere kennishouders en mensen die hun enthousiasme en stimulans uitdragen in hun kleine omgeving? Of kun je je beter concentreren in je lobby op de paar hele grote krachtige spelers die de verandering nu blokkeren? Of die daar maar heel langzaam in mee willen gaan, omdat ze langer bijvoorbeeld hun fossiele assets willen uitbuiten? Heeft u daar een idee bij? En is daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Ja, dat is deze vraag. Ik wil hem wel gooien. Ja. Nou, ja, lobbyen, dan ga je, dat is eigenlijk denk ik intrinsiek, dat je juist probeert te kijken waar je met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk kunt bereiken. Dan moet je bij degene met invloed zijn. Maar er zijn natuurlijk verschillende rollen in de maatschappelijke groepen. Je hebt ook veel NGO's die zich juist richten op de publieke opinie. En dat kan ook weer heel effectief zijn. En wat uiteindelijk heel belangrijk is, is toch denk ik de publieke opinie. En wat heel krachtig kan zijn, is als een NGO kan laten zien dat er een spanningsveld is tussen wat de mensen voelen en wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, laatst had je succesvolle actie dat een NGO liet zien dat een groot deel van het kappen van het tropisch regenwoud, dat kwam door McDonald's, die soja gebruikte uit Brazilië, die uit gekapt regenwoud kwam. Dat was enorm effectief, want McDonald's is heel gevoelig voor zijn publieke imago. McDonald's heeft meteen de sojaproducenten gebeld. En één schatting is dat het heeft geleid tot een 80% reductie van de ontbossing. Nou, dat is niet het enige factor die daaraan heeft bijgedragen. Terwijl de informatie totaal fout was. Dus het was helemaal niet waar, dat verhaal. Maar dat is dus ook een rol die heel effectief kan zijn van... We voelen met z'n allen wel bepaalde dingen. En een NGO kan net dat contact maken, waardoor het duidelijk kan worden dat de rol van bepaalde grote bedrijven bijvoorbeeld strijdig is met wat wij allen voelen dat goed is. Je ziet, maar dat zijn allerlei dynamieken. Je ziet ook dat bedrijven die maken roundtables waar ze met elkaar praten. Sustainable beef production of allerlei roundtables zijn er. Dat is onder druk van publieke opinie, gefaciliteerd door NGO's. De vraag is, ja, grote sterke partijen, wat betekent dat? Die hebben we in de politiek, die heb je ook in het bedrijfsleven.
Er zijn een paar bedrijven, er zijn weinig bedrijven die met z'n allen eigenlijk een groot deel van de biosfeer in handen hebben. Wie bepaalt wat die bedrijven doen? CEO's, denk je, maar ja, er zitten ook de aandeelhouders achter. Wie zijn de aandeelhouders? De Forbes Billionaires, de 18, er zijn rijke mensen aandeelhouders, maar 80% van de aandelen zijn in de handen van publieke instanties, veel pensioenfondsen. Dat zijn wij eigenlijk allemaal. Maar eigenlijk is die verbinding is verbroken, want wij praten niet mee over wat het ABP, waar het ABP in investeert. Dus het is, je stelt een deelvraag over iets van hoe hebben wij invloed op wat er met ons gebeurt. Wij zijn eigenlijk met z'n allen onderdeel van een grote machine. Niemand is eigenlijk de baas. Maar tegelijkertijd, goede nieuws, eigenlijk zijn we allemaal wel de baas. Maar er zijn een aantal missende koppelingen. Er zijn een aantal terugkoppelingen die niet goed gebeuren. Dus dingen gaan kanten op die wij met z'n allen eigenlijk niet moeten willen. En snappen hoe dat zit. En dan kijken of we het wel beter kunnen krijgen. Ik denk dat dat een mooie missie is. Ja. Mag ik een vraag stellen of moet ik ernaar? Ja. Ik ben Ellen van Rees. Ik was tot 1 juni zelf beleidsambtenaar. Maar ik ben gestopt met mijn werk omdat ik vind dat de overheid veel te veel zelf een remmende factor is als het gaat om duurzaamheid. En eigenlijk veel meer zou moeten doen, wat u ook zei, prikkels geven en ook gewoon reguleren om dat korte termijn denken voorbij te gaan. Maar wat ik wou vragen is, in die discussie, ook aan PBL, in de discussie over de overgang van fossiele brandstof naar hernieuwbaar, hebben heel duidelijk belangen een rol gespeeld. Maar je hoort nu ook wel een discussie dat ook vanuit een economisch oogpunt er veel voor te zeggen is om die overstap te maken. En bijvoorbeeld de carbon bubble, geloof ik. Het idee dat er een omslagpunt kan komen waarbij ineens iedereen ziet, het gaat een keer stoppen met de interesse in het gebruik van fossiele brandstoffen. En daar hebben we er allemaal grote investeringen in. Ook bijvoorbeeld het ABP en andere grote investeerders zitten daarin. En dat kan op de duur een enorme financiële strop worden. Er is ook een petitie aangeboden aan het ABP om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen. Denkt u dat dat soort factoren misschien op een gegeven moment, ook naar aanleiding van dieselschandalen enzovoort, toch een verschil gaan maken? Wat voor soort factoren? Ja, dus de economische invalshoek. Tot nu toe is het vaak, het lijkt de belangen van de grote bedrijven tegenover een heleboel andere belangen. Maar er zijn ook economische argumenten en financiële argumenten. Nou ja, dat denk ik zeker. En dat is natuurlijk diametraal tegenover wat we net horen van, ja, gaan we dat wel doen? Dat kost heel veel en dan moeten we allemaal, moeten we droog brood eten om dat te kunnen. Ja, er bestaat ook een ander verhaal waar wij laat zien hoe geweldig dit kan zijn voor de werkgelegenheid bijvoorbeeld. Er bestaat een veel positiever verhaal. Ja, het is een complex probleem waar je allerlei verhalen over kunt neerzetten. Ik geloof sterk in jouw verhaal. Ik denk dat we eigenlijk geremd worden door er zit een enorme inertie, zoals altijd, in het systeem. De overheid en hoe die werkt is daar een deel van. Dat zou het niet moeten zijn natuurlijk, maar we zitten met z'n allen in de greep van het systeem. En het is denk ik heel goed om ze nu dan een rol te wisselen. En als je dat van een afstandje bekijkt, van nou, ik vind dat ik in een andere rol beter gedaan kan krijgen wat ik denk dat belangrijk is. En veel mensen, er zijn veel mensen zoals jij. Veel mensen die hebben natuurlijk het beste voor met de wereld. Maar hoe mobiliseer je het op een manier? We zijn veel minder egoïstisch dan wel eens wordt gezegd. Dat idee van de homo economicus. Hè, we zijn op weg naar. We willen allemaal beter worden. We willen allemaal rijker worden. Ja, zo werken wij eigenlijk niet. Maar het systeem duwt ons een beetje in die rol. En dat is een grote vraag van hoe komen we daar vanaf. Als ik een lekker band heb met mijn fiets, ik vraag aan iemand, wil je me helpen? Dan zegt hij meteen ja. Als ik zeg van je krijgt 5 cent als je me helpt, dan zegt hij nee. Dus economische incentives die kunnen heel vaak juist destructief werken. Het zijn niet de intrinsieke drijfveren van mensen eigenlijk. Maar hoe mobiliseren we die zaken het beste? Nou, daar zijn
Ja, dat is iets waar NGO's een belangrijke rol in spelen, denk ik. Maar ik denk dat de overheid. De overheid is heel traag natuurlijk. En wordt heel erg teruggetrokken door lobbyende partijen. Dat is niet alleen de overheid, onze universiteit is ook heel traag. Ik wil onze universiteit ook veranderen. Nou, ja. Ik wil de Academie voor de Wetenschap, de KNW, daar had ik ook allemaal grootste, meest slepende plannen voor. Maar instituten hebben de neiging om traag te zijn. Instituties ook. Instituties zijn breder dan instituten. En christendom is ook een institutie, sociale normen zijn instituties. En die zijn allemaal, die houden ons eigenlijk in het algemeen tegen om dingen te veranderen. Maar soms kunnen ze opeens meekantelen, ja, en begrijpen hoe dat zit. Ja, dat is denk ik belangrijk. Goed, daar is een vraag. Er komt langzamerhand weer naar voren. Louis van Lieren. Ben ik verstaanbaar? Ja, heel goed. Oh, oké, dankjewel. Dankjewel voor je mooie lezing, Martin. Ik heb een vraag over je Twitter-onderzoek. Als jij naar geenstijl.nl kijkt en je kijkt naar de reagures, dan zie je vooal veel boosheid. Als je naar de namen, of liever gezegd naar de schuilnamen kijkt, dan zie je dat het toch een vrij selecte groep is die dat iedere keer doet. Hoe zeker weet je nou, ondanks dat er verschrikkelijk veel data zijn op Twitter, dat je niet met een selecte groep te maken hebt? En is dat erg? Ja, nee, het mooie is dat je inderdaad heel veel data hebt. En dit soort verschijnselen, die kun je daar ook juist heel mooi mee detecteren. Dus je hebt de dynamiek van opinies op internet en op sociale media, die is op een hele interessante manier anders dan de dynamiek in de werkelijke wereld. Dus in de werkelijke wereld, als jij denkt dat er op Venus oranje beestjes leven die van plan zijn de aarde te invaderen om onze energie sustainable te maken. En je woont in een dorp en je gaat naar de bakker en je zegt dat. Even, ja, jij bent gek. En je loopt naar je buurman en zegt van ja. Maar als jij dat intypt op internet, zul je zien dat je niet de enige bent. En daar bestaat dan waarschijnlijk een blok over en een discussiegroep. En die versterken elkaar. En dat verschijnsel dat heet resonance chambers. Dat zijn resoneerkamers. Dus je ziet dat je op internet een hele grote kans hebt op radicalisering. En je ziet ook dat binnen de dynamiek van blogs dat je in het algemeen een soort van radicalisering hebt. En dat heeft ermee te maken dat als je iets post, dan valt het op. Als je dan nog iets over zegt, misschien nog. Maar als je de tiende op rij bent, dan let niemand meer op wat je zegt. Dus dan moet je steeds extremer zijn om nog aandacht te trekken. Dat geldt ook met de waarderingen over producten bijvoorbeeld, die worden gepost. En dat zijn allemaal dynamieken die je prachtig kunt bestuderen met sociale mediadata. Maar die ook wel de vraag oproepen van oké, hoe wordt opinie? Wat drijft opinie nou? Dat is echt anders geworden. En enerzijds hebben we een democratisering van de kennis en kunnen we heel veel vinden. En dat kan ook destabiliserend werken voor rare ideeën. Je ziet ook bijvoorbeeld dat groepen als de mormonen en bepaalde geïsoleerde religieuze groepen dat die hun jongere generaties aan het verliezen zijn, omdat ze toch wat gaan googlen en zich dan vragen gaan stellen bij de dogmatiek. Dus het kan destabiliseren voor rare ideeën, maar je kunt ook juist die radicalisering van ideeën eigenlijk krijgen. Het aardige is van als je daar onderzoek aan doet, dan kun je dat ook allemaal heel mooi zien. Je kunt het zien gebeuren, maar je hebt helemaal gelijk. De raarste dingen worden op internet gezet. En wat die onderzoekers eigenlijk steeds doen, het zijn heel vaak mensen die hebben psychologie gestudeerd en daarna computational science of zo, gaat steeds toch terug naar de oorspronkelijke berichten. Je kijkt iemands volledige tijdlijn, dus dan kijk je wat hij allemaal heeft getweet en hij probeert steeds voeling te houden met wat er werkelijk aan de hand is. En dan test je wat algoritmes die je probeert en daarna probeert weer op grotere groepen uit. En zo ga je de hele tijd
heen en weer. Maar het staat heel erg in de kinderschoenen, dat zeker. Dank Martin voor je leuke presentatie. Ik heb een vraag een beetje richting naar je eigen oorspronkelijke vakgebied over de ecologie. Ja. Vind je goed? Niet over meren, want daar heb ik geen papiertje van. Nee, wij zijn een planbureau, wij kijken vaak naar het beleid en meegeven. Dus wij analyseren het beleid, hoe ze ontwikkelt en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus een paar jaar geleden hebben we natuurlijk heel veel discussie gehad in Nederland over de veranderingen in het nationaal natuurbeleid. Hè, de bezuinigingen die plotseling kwamen. En dan kun je altijd ook een soort transitie zien. Het natuurbeleid in Nederland is helemaal veranderd ook. En hetzelfde debat heb je nu ook in Europa. En dus blijkbaar hebben we dat debat misschien hebben we dat gepromoveerd naar de hogere schalen. En dan zie je een enorme debat ontstaan over de fitnesscheck van de volgende havenrichtlijn. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt. Fitnesscheck van wat? De fitnesscheck van de volgende habitatrichtlijn. He, dus de vogel- en habitatrichtlijn. Dus de Europese richtlijn voor bescherming van vogels en habitats wordt op dit moment onder review is dat. En dat is op dit moment het politieke dossier in allerlei groeperingen in Europa. Milieubeweging bemoeit zich ermee, maar ook de boerenorganisaties, de jagers. Dus iedereen bemoeit zich ermee. En de Europese Commissie is bedolven met allemaal reacties over wat mensen ervan vinden in Europa. En mijn vraag is nu. Ik wil je niet de oordelen daarover horen, maar daar zie je dus heel de groot debat gaande over van, nou, hoe zou het Europese natuurbeleid uit moeten zien. Maar men zoekt naar een nieuwe uitweg. Men zoekt naar een nieuw evenwicht van, hoeveel soorten moeten we dan beschermen in Europa? En is er niet een mogelijkheid dat je zegt van, ik heb een ander evenwichtspunt, wat misschien wat minder is, dat je vanuit ecologie kunt zeggen van, ja, maar misschien is dat evenpunt wat we nu nastreven eigenlijk. Dat is een mooi evenwichtpunt, maar een lager evenwichtpunt is misschien ook wel goed genoeg. Even over die hele Europese dynamiek. Toen ik nog bij het RISA werkte, toen begon de habitatrichtlijn of de waterrichtlijn of zoiets dergelijks. Nou, dat heeft enorm veel mensen van de straat gehouden, zeg maar. Daar zat heel veel werk aan. En ik was daar altijd een beetje somber over, want ik denk dat je kunt je hersens maar op één manier gebruiken, je tijd en het geld daarvoor. Ik denk dat eigenlijk beter gebruikt had kunnen worden. Daar is ontzettend veel geld in omgegaan. Je ziet eigenlijk dat beleidsmakers, die vinden bepaalde dingen, daar kunnen ze wat mee. Bijvoorbeeld met kaarten ook. Dus in Nederland hebben we de ecologische infrastructuur gehad of zo. Dat was toen ik vervangende dienst deed bij de Dorskamp in de tijd, toen begon dat. Ja, we moeten een netwerk van groen aanleggen. Nou, ik dacht en denk nog steeds van, ja, weet je, het gaat er meer om dat je goede plekken hebt dan dat je zo'n heel kaartontwerp met allemaal dingen hebt. Dat maakt toch eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, dat is nu uiteindelijk, denk ik, zijn de meeste mensen het ook wel een beetje over eens. Dat wisten we eigenlijk al lang. Maar waarom heeft het dan zo'n vlucht genomen? Ja, omdat je een kaart kan maken. En wat wil je anders als plannenmaker dan een kaart maken? Dat sprak ontzettend aan. En hetzelfde is van een richtlijn. Wat willen we? Ja, hoe helder moet het water zijn? Nou ja, 1 meter doorzicht. Ja, nee, maar dat zegt je niet genoeg over je ecosysteem. Als jij niet weet wat daar voor vis in zit, en voor algen, en voor kleine beestjes, en dit en dat. Nee, en je moet ook over de cladoceren en de bryozoen moet je wat weten. Allemaal overleggen van de knapste kop op het gebied van wat er in het water zit. Uiteindelijk hele lijsten van wat je moet hebben. Nou, ik heb daar zelf een tijdje, was ik daarbij. En toen hebben we eens gekeken, toen hebben we bijvoorbeeld al die deskundigen, die moesten dan een meer aangeven wat echt goed was, eentje wat medium en eentje wat slecht was. En al die gegevens erbij. En over heel Europa, hebben we allemaal geanalyseerd. En toen bleek dat je eigenlijk die hele indeling, die kon je al voorspellen wat die expert vond aan de hand van hoe helder het water was. Dus daar had je eindeloze soortlijst, dat je er helemaal niet bij nodig. Die droegen statistisch niks bij aan het oordeel van die deskundigen. Dus dat had je helemaal niet nodig. Het is niet zo ingewikkeld. En tegelijkertijd zie je dan dat
Nou, daar zijn alle landen eindeloos mee bezig. En Spanje die had dan opeens een geweldige waterkwaliteit. Ja, hoe kwam dat? Omdat ze alle slechte wateren, daar gingen ze niet kijken. Want dan zou ze heel slecht uitkomen. Weet je. Ja, ik word een beetje droevig van die hele... Enerzijds is het mooi dat we met z'n allen de een soort van richtlijnen hebben, de natuur beschermen. Anderzijds is het ook zo'n topzwaar systeem. Het kan allemaal veel eenvoudiger, maar op een gegeven moment kan dat niet meer, want allerlei mensen verdienen daar hun geld aan. Die neem je hun baan af als je daar zegt dat simpeler kan. Je beschermt wel dingen, maar dan gaat het weer over de top. Dan kun je weer allerlei kun je ergens een weg niet aanleggen, omdat er een ruststreeppad zit en of een velduil. En ik ben erg voor de velduil en ik hou ook graag een plan tegen waar ik het niet mee eens ben als er een velduil zit. Maar eigenlijk is de velduil een rondtrekkend ding door heel Europa die overal zit en het allemaal niks uitmaakt. Ja, ik grijp die kans ook aan als dat in een Europese regelgeving staat om iets te blokkeren waarvan ik denk dat gewoon heel dom is om dat te doen. Maar we zitten met z'n allen gevangen in een bureaucratisch systeem wat helemaal over de top is, waar een hoop energie in verloren gaat. Wat, ja, het is wat beleidsmakers vragen, maar eigenlijk zijn we helemaal niet goed bezig, denk ik. Ja, de oplossing heb ik ook niet helemaal, maar... Ja. Zijn er nog vragen? Plafond is niet zo hoog. Miljardvereniging. Ja, kijk, er zijn ontzettend veel domme plannen in dit land. Gezien vanuit een oogpunt van duurzaamheid. En het is, de habitatrichtlijn is een van de weinige handvaten die je hebt om soms ontstellend domme dingen tegen te houden. Of als ze toch door moeten gaan, omdat de bestuurders nou een keer bij de Raad van State graag sprookjes vertellen, dan kun je daar een heleboel natuurcompensatie vandaan halen. Ach jongen, ik heb 5,5 hectare bos en 5 meter hoge bomen en 5 poeltjes gekregen, allemaal ter ere van vleermuizen en poelkikkers. Dus ik ben ontzettend dankbaar voor dit soort Europese regelgeving. Wie wil... Dit was even commentaar. Ja, je hebt groot gelijk en ik heb dezelfde dingen gedaan. Ik heb ook dat soort, als het systeem er toch bestaat, dan gebruik ik het ook op een manier waarvan ik denk dat we beter van worden. Maar ik denk wel dat het systeem heel erg topzwaar is op de een of andere manier. Ja. Goed, nog laatste vragen. Martin, had jij nog willen reageren op Pieter trouwens, op wat hij... Nou, dat is wel een beetje aan de orde gekomen. Ik vind die... Ja, dus ik vind dat heel ik geloof heel erg in de innovatieve kracht van de mens en van het bedrijfsleven. Aan de andere kant, hè, de invisible hand, het leidt niet automatisch tot de wereld waar we allemaal van dromen. Daar moet aan die kant ook wat gebeuren, denk ik. Maar goed, ik denk dat we dat mooi ter sprake is geweest al. Ja. Goed, dan gaan we afsluiten. Het is... bijna ook de tijd die we met elkaar hebben afgesproken. We hebben een mooie, denk ik, reis gehad van Martin. Aquatisch ecoloog, maar nu vooral toch over andere maatschappelijke problemen. Kantelpunten en wat we eraan kunnen doen. Hoe we ze kunnen voorkomen mogelijk. Hoe we ernaar kunnen kijken. Welke indicatoren er zouden kunnen zijn. En hoe we misschien kunnen voorkomen dat we in de problemen komen. Of hoe we een duwtje kunnen geven. Een klein duwtje. Ik moest even denken zelf aan de Mitsubishi Outlander die we dan financieren. En dan geven we een heel lang duwtje. Dat had misschien anders gemoeten. Dus ik denk een hele aangename middag die we gehad hebben. Ik wil iedereen, Martin en Pieter, hartelijk danken voor hun bijdrage nogmaals. En dan heb ik nog de mededeling dat we volgend jaar in januari of februari een PBL Academielezing hebben met Hans Bruinings, de directeur van het EEA. Ook over transities, maar dan meer vanuit het denken van Europa. Dat zal energietransitie, maar ook andere transities zullen daar centraal komen te staan. We hopen de datum daarvan zo spoedig mogelijk bekend te maken. En verder wil ik iedereen hartelijk uitnodigen voor de borrel die hiernaast gaat plaatsvinden.